Welkom bij het eerste beeldjournaal van ZorgTech 010. In deze special staat één onderwerp centraal. Het testfestijn Serious Gaming. Wat is dat? En waarom is deze dag zo belangrijk? We vroegen net Mingyu Lemet, één van de initiatiefnemers van deze dag. Een testfestijn is een soort evenement georganiseerd door studenten van het CMI in samenwerking met studenten ergotherapie. En op dat festijn kunnen allerlei zorgtechnologische producten ervaren en getest worden die gebruikt worden in de zorg. Serious Games, dat geeft een beetje spelelement aan wat ze moeten leren. Dus het wordt gebruikt in de revalidatie vaak of in het verpleeghuis. En op deze manier wordt het speels aangeboden. En wat is er dan zoal te zien? Pillow is er, een spelcomputer waarvan de games worden bestuurd met een kussen. Een interactief beweegsysteem om ouderen te activeren met oefeningen in spelvorm. En een virtual reality game om je stressmind te trainen. Maar één van de meest in het oog springende producten is toch wel de Smart Wall. Wij willen van moeten bewegen naar willen bewegen. En de Smart Wall is specifiek voor jonge mensen, voor kinderen. Dat kan zijn in de zorg, dat kan ook zijn in het onderwijs. Dat is op een leuke manier mensen weer uitdagen om te gaan bewegen. En dat proberen we met techniek, met technologie, met heel veel lol proberen we daar wat aan te doen. En wat zeggen de bezoekers ervan? Wat we tot nog toe hebben gezien is wel interessant en mooi. Ja, voor de toekomst. Ja, ik denk dat het ook heel goed toepasbaar is binnen het onderwijs. Juist om studenten meer enthousiast te maken en meer kennis te geven over zorgtechnologie. Ik vond het wel leuk om het werk allemaal interactieve dingen te doen. Ik vond het onwijs leuk. Ik ben altijd blij als ik dingen in de praktijk zie, als ik zelf iets kan doen. Dus in dat opzicht was het eigenlijk heel fijn. Ik denk dat het heel goed zou zijn als er ergens een plek zou zijn voor waar zorginnovaties uitgetest kunnen worden. Wil je nog meer weten? Neem dan contact op met Mingyu of José. Dit was het. Tot de volgende keer.